Vrijdagavond, 21:50. Hier beneden zitten voor u klaar Mark Uiterhoeve, Guy Mortier, Rob van Oudenhoven en Dirk Tieleman. Tijd voor Alles kan beter. Een programma dat geen uitzondering maakt op zijn eigen uitgangspunt. Het is weer zover. Vier sukkelaars geven zichzelf een half uur de tijd om te proberen uitstekende projecten, prachtige realisaties, gunstige evoluties en toe te juichen trends nog net iets vooruit te helpen in de hoop dat de perfectie nog dichterbij komt. En mijn medesukkelaars zijn vanavond Guy Mortier, Rob van Oudenhoven en Dirk Tieleman. Ons oog viel op een revolutionair initiatief. Poëzie voor managers. Het gaat om zogenaamde organisatiepoëzie. Aan de hand van gedichten worden verschillende bedrijfssituaties ter discussie op tafel gebracht. Deelnemers worden uitgenodigd om ook zelf een gedicht te schrijven. Mag ik ook de panelleden uitnodigen om zelf een gedicht naar voren te brengen in een poging een aantal noodlijdende bedrijven op poëtische wijze uit de nood te helpen? Ik wil wel proberen. De manager van Levi's spreekt zijn vrouwen toe die allemaal gaan ontslagen worden. En hij zegt, gun jezelf nog een laatste look. Ik sluit nu mijn Levi's broek. Petrofina, ook een bedrijf, toen een beetje in moeilijkheden met de fusie. Dan sprak de general manager de laatste dag tot zijn personeel. Gelukkig hebt u vandaag nog gratis getankt, want morgen wordt u afgedankt. Dat is Albert Freire die daar de beheerraad toesprak en die zei... Heere Christus, Jezus Mena, ik verkoop de Petrofina. Ik zeg u eerlijk, Albert Freire, die doet hier een goede affaire. Antoinette, wie heeft een bal? In de minimitte, de totaal. Er zijn alsmaar minder seminaristen. Dat is een beroep dat niet meer aantrekt. Maar de pater overste is toch wel ruimdenkend. Want hij zegt elke keer als er een nieuwe seminarist zich aanbiedt, op een dag vind je de vrouw van je leven. En dan ben je weg natuurlijk. Ja, ook in dat verband, kardinaal Daniels heeft zijn pastoors samengeroepen, op het matje eigenlijk, en hij heeft hen als volgt toegesproken. Lap uw geloften, sapristie, toch steeds niet aan uw laars. Blijf voortaan in de sacristie, uit de misdienaars hun... Spijt ik dat het niet rijmt. Hun zakken was het. Bij Renault heeft de Schweizer of Schweizer, ik weet niet hoe je dat precies zegt, tegen de raad van bestuur van Vilvoorde op een bepaald moment totaal onverwacht gezegd: Cher monsieur, c'est dramatique, morgen sluit ik de fabriek. Er is maar één ding, dat zeg ik, dat mij meeviel en Belgique. Marc Dutroux uit Neufchâteau is ontsnapt met een Renault. Bij VT4 hebben ze Joyce de Trog ontslagen. Ja. En de manager zegt tegen haar, Joyce, ik moet u ontslaan. Nee, je moet niet proberen. Hou alles maar aan. Saddam Hussein heeft eergisteren zijn legeroversten toegesproken. Hij zei, beste heren, goeie grutjes. Heel de lucht hangt hier vol skutjes. Vecht dapper zoals ik u ken, ik zal u volgen op CNN. De gezondheidszorg, witte woede. Nu, te weinig personeel. En nu zegt de hoofdverpleegster telkens, is uw bomma aan het ontbinden, dan kon de verpleegster de kamer niet vinden. Ik zat dus in de wachtkamer, daar heeft verder niemand iets mee te maken, maar het was bij de specialist inwendige ziekte. De dermatoloog, zal ik ze zeggen. En die kwam binnen, we zaten daar met een man of acht, en hij zei tegen de wachtende patiënten, wie geeft wat hij heeft, is waard dat hij leeft. Bent u echter aan de armen, repareer dan zelf uw darmen. Er zijn nu dokters die gebruik beginnen te maken van die techniek ook van het kleine gedichtje. Hè? Er zijn dokters die bijvoorbeeld zeggen,
Olke bolke tanker, het spijt me, u heeft kanker. Of, we hebben eindelijk iets concreets en proficiat, het is aids. Veel minder erg. Ja, ja, ja. Maar je moet u niet generen, we zullen het amputeren. Er ligt een wetsontwerp ter tafel waardoor chauffeurs die onder invloed van drugs rijden hun rijbewijs voor 12 uur kunnen kwijtspelen. Een joint achter het stuur mag dus niet. De procedure gaat als volgt. De agent of rijkswachter onderzoekt of er enige uiterlijke kenmerken zijn vast te stellen. Tot nog toe moesten politiemensen alleen de kenmerken van overmatig alcoholgebruik herkennen en daarvoor hadden die politiemensen een eenvoudige truc. Wie verdacht werd van openbare dronkenschap, moest gewoon de naam van hun vroegere baas proberen uit te spreken. Johan van de Lanotte. Bij pakweg 0,8 promille klinkt dat ongeveer als volgt. En gewezen vicepremier Johan van de Lanotte zou de verkiezingscampagne van de SP leiden. Om de zaak vooruit te helpen, richten we ons nu even specifiek tot de politiemensen onder u. Aan de hand van enkele eenvoudige voorbeelden overlopen we de belangrijkste kenmerken van verschillende drugs. Marihuana-gebruikers hebben last van concentratieverlies en van coördinatiestoornissen, bijvoorbeeld tussen de hersenen en het spraakorgaan. Voor super zonder lood betaalt u 40 centiem minder. Voor gewone super gaat er een halve frank vanaf. Benzine zonder lood wordt 70 centiem goedkoper. Dat is dan die andere zonder lood. 58 en 95 rond. Maar uiteraard komen we daar vanavond om 7 uur nog opnieuw bij u terug. Okay. Irak spreekt van een groot aantal doden en gewonden. Eerste oefenpartij met het oog op Euro 2000. Ja, de selectie van Lekers die bestaat uit 20 spelers. We moeten even kijken naar de juiste tekst, of ik die wel kan vinden. Maar het is zo dat we een stuk hebben klaarstaan. De beleggers blijven blijkbaar pessimistisch. Fatima Bane Biame uit het Burkina Faso. Paus Johannes, ja, nee, toch? Paus Johannes Paulus II liever. Belangrijk in dit nieuws is de blessure van de Belgische judoka. We brengen rechtstreeks verslag uit vanuit de stations. En vanuit een aantal stations. Patiënten die Prozac gebruiken hebben het gevoel dat de zon altijd schijnt. Ze zijn gelukkig en kunnen dol enthousiast worden over iets wat in wezen vrij banaal is. Zoals bijvoorbeeld grote ajuinen. Oh, wat een uien. Wat sommige tuinliefhebbers met hun twee handen realiseren is ronduit indrukwekkend. En wat is er dan plezieriger om op een septemberavond de tuin in te wandelen en de tanden te zetten in een rijpe tomaat. Fantastisch om mee te eindigen. Wie verslaafd is aan slaapmiddelen, droomt en staart onverklaarbaar lang voor zich uit. Dat de hele zaak eigenlijk een complot was van de PSC. En in het Luxemburgse Leu de Lange. Tot zover die reactie. We blijven hem volgen, ook volgende week de IJzeren Man Luc van Lierde. Tot slot kijken we naar de gevolgen van speed. Extreme magerte, opengesperde ogen, hoge spreeksnelheid. De getuigenis van Kenneth Starr heeft niet veel toegevoegd aan wat al bekend was in de Lewinsky-zaak. Wel moet Starr toegeven dat in andere schandalen waarin Clinton wordt genoemd, er niet voldoende bewijzen zijn om een afzettingsprocedure tegen Clinton op te starten. De publieke opinie hebben ze alvast tegen. Jan Baljouw, TV-journaal, Washington. Nog even recapituleren in het nu volgende journaal. Guy doet Prozac. Een wel zeer goede avond. Rob doet marihuana. Hè? Dirk zit aan de slaappillen. Dirk! En ik doe
Speed, goedenavond en welkom in dit journaal. De hoge officieren die ten tijde van de volkenmoord in Rwanda op de generale staf werkt, hebben volgens minister van Defensie Ponce Leggen geen zware fouten gemaakt. Een paar kleintjes meer niet. En dan ook zei hij, want de god, dat is een zware fout. Daar kan je jaren over discussiëren. En dat is waar. Hoeveel zwaarder dan een lichte fout moet een zware fout zijn om werkelijk een zware fout te zijn die zo zwaar is dat ze alleen maar kan worden omschreven als een zware fout, zei minister Ponce Leggen in de Senaat. En die mannen kwaad natuurlijk, vooral die van de Rwanda-commissie, want die zijn 2 jaar geleden bezig geweest om het tegenovergestelde te bewijzen. En die hadden niks dan zware fouten gevonden. Dat was ongeveer het enige wat die hoge officieren volgens hen in Rwanda waren gaan doen. Zware fouten, alleen maar zware fouten. De ene zware fout naar de andere. De eerste zware fout was nog niet goed afgewerkt, of ze waren er al met een tweede zware fout, en een derde zware fout, en een vierde zware fout, en een vijfde, en dan maak je nog. De Vlaamse varkenskwekers hielden een protestactie tegen de lage prijs van het varkensvlees. De jonge varkensboeren willen met hun actie in het centrum van Brussel de aandacht vestigen op hun probleem. Een flink uit de kluiten gewassen varken, zoals dit, kost de boer al gauw 30.000 frank. Vlaams landbouwminister Van Rompuy betuigde zijn steun door te smullen van een vette varkensworst. De worst die u hier in beeld heeft, werd verkocht voor de symbolische prijs van 5 frank. Buitenlands nieuws nu, Rob. Bedankt, Dirk. In Moskou hebben 2 Koerden zichzelf overgoten met benzine. En dan... woef. Het was benzinezon. Der. Lood. Die werd net goed. Koper. Het gaat goed met het haaienbestand. Vorige week is een boot met 400 Albanese vluchtelingen gekapseist. Je moet even kijken naar de juiste papieren. Of ik die tekst kan vinden. Nee. Zal ik mijn uien oogsten of zal ik ze nog even laten staan? Ik ben zeer benieuwd naar het weerbericht. Tot zover dit journaal. Bedankt voor het kijken. Kan een vrouw die bevrucht wordt met het sperma van haar overleden man haar kind een gelukkig leven geven? Eenvoudiger geformuleerd klinkt het zo. Een van de belangrijkste aspecten daarbij is zeker dat men zich de vraag moet stellen naar het kind dat eventueel bij de vrouw waarvan de man overleden is zou komen, of men kan aannemen dat het kind dat er zou komen, dat dat in omstandigheden zou zijn waar men kan van aannemen dat het kind een gelukkig leven zou kunnen leiden. Limburgers haten het als je zegt dat ze in de Limburg wonen. Ze hebben gelijk. Het klinkt vernederend en bovendien, de Limburg bestaat niet. Rotterdam heeft een deelgemeente en die heet Hoek van Holland en niks anders. De vrouw werd vrijdag ontvoerd en dezelfde dag mishandeld teruggevonden in de Hoek van Holland. Hansje Boonstra is op 13 november in kritieke toestand gevonden in de Hoek van Holland. In kritieke toestand gevonden in de Hoek van Holland. En voor dood achtergelaten in de Hoek van Holland. De man liet haar zwaargewond achter in Hoek van Nederland. Nederlandstaligen spreken vlot Engels. Dat is te danken aan het feit dat Engels en Nederlands zo dicht bij elkaar liggen dat het volstaat elk woord afzonderlijk te vertalen. Stel dat je iemand iets wil doen zeggen, dan zeg je zeg eens, of in het Engels, say once. Say once, laat het gras maar groeien. Is it about his music or his women's? I'm kissing you, eh? Just a moment. Yeah, that can be, but
They making now big affiches, and there's some reclame for Quick on it. Have you meet? Are you afraid also this evening to go on stage? A little bit, yeah. No, you don't mean it. Yeah. Just before I went on the stage, I locked myself in the bathroom and I said, I'm not gonna go out. You're crazy. You're crazy, hier de perfecte vertaling van de typisch Vlaamse uiting van ongeloof, ge zijt zot. Dat komt goed uit. De BBC heeft onlangs belangstelling getoond voor de formule van Alles kan beter, maar van de cassette die we hadden opgestuurd, hebben ze in Londen niks begrepen, zeiden ze. Ten behoeve van de BBC zullen we nu één onderdeel van ons programma in het Engels brengen. Daarom hebben we een Engelsman uitgenodigd die 100% Nederlands onkundig is. Een publieksvraag. A public's question. Mr. John Oak, uit York. Hello. Good day, mister. You have a question for us? I do. I've been here a short time in Belgium. I hope to stay longer. I find there's a great culture shock coming here, and I'm having trouble understanding how your society works. We live here in together. In common. In together. Together. Yeah. Okay. I find it very difficult to drive in your city. It seems confusing. Yes. That is normal. That is normal, because we drive to the other side. We drive on the right side and you drive on the wrong side. That is true. No? He does not snap a ball of it. No. You overdrive, volgens mij. Yes, it's running into 100 a little bit, but another question. What can we help you? What's the right sort of food to eat in Belgium? Good question. Yes. What believes you? I did not understand. What believes you? Sorry? What believes you? I don't understand either. What? How is it? So for the rest. Sister and so, I think. Other things in Belgium? Yeah, where can you see the best nightlife in Belgium? Where's the best entertainment? In Newcastle, Neufchâteau. There may all ones be laughed. Yeah. It's like he says. Do you have a good theatre here? I quite like going to the theatre and watching. Theater watching. I never go to theater watching. In theaters, there is no ball to see. No. Do you have lots of money, or are you sitting on black sperm? Maybe he wants to go strange. Do you want to go strange? Yes. Yeah, but we thought that's so. That's a qualified yes. Yes. His wife will not be good there. Of. Will it go here? Will it go here? It's very difficult to understand English. Yes. It must be still alone. Yeah. We are already foreseen. So. Mister, I hope you know now how the fork sits in the steel in Belgium, and heartily thanked for your question. Thank you. Als je tegenwoordig naar de Vlaamse televisie kijkt, krijg je de indruk dat alle Vlamingen marginale, geobsedeerden of walgelijke perverten zijn die op consultatie komen bij de presentator. Volgens ons zijn het niet de praatgasten, maar precies die presentatoren die behoefte hebben aan therapie. Nu weten wij uit goede bron dat er zijn die ook effectief therapie volgen. Hoe zo'n sessie verloopt, weten we niet. Maar we vermoeden dat het ongeveer op deze manier gaat. Goedele. Ze hebben jou naar mij gestuurd, want je hebt een probleem. Ja, ik weet dat niet. Ik vraag je naar jou. Ja. Laten we beginnen bij het begin. Wat betekent liefde voor jou? Dus dat is puur lichamelijk, dat is spiersamentrekkingen en dat is klaar. Ja. Dat is het probleem. Je verwart liefde met seks. Dus laat het even over seks hebben. Waar ligt bij jou, goedele, de grens?
Ik wil die plas en poep vind ik nog oké. Alsjeblieft. Heb je dat wel eens geprobeerd? Nee, natuurlijk niet. Laat het over een andere boeg gooien. Wat is jouw frequentie? Toch 5 op die avond. En dat elke dag van de week? Zijn er 30 op een week. Ja, dat klopt. En wat doe je op zondag? Dat is de seksdag. Ik denk dat we kunnen gewaagegoedelen van een verslaving. Nu moet ik in therapie? Ja, goedelen, ik denk dat dat de enige oplossing is. Kijk, je moet het zo bekijken. Liefde is meer dan seks alleen. Seks mag nooit een doel zijn op zich. Begrijp je? Ja, ja. En dat doe je... Ja, gewoon door samen te zijn, door samen te praten, door samen te wandelen. Door een gezellig avondje samen te organiseren. Hoe is het ideale avondje? Hoe begint dat? Ja, wat altijd werkt, is een dinertje bij kaarslicht. Ja? En dan? Ja, en dan heb je iets opgebouwd. Iets opgebouwd dat kan leiden tot iets moois. Zoals? De symbiose tussen man en vrouw. De eenwording. Zeg, een orale seks? Ja, dat kan eventueel ook, ja. Zalig. Probeer jezelf gewoon onder controle te houden. En als de postbode nou aanbelt met een pakje en een heel strak kostuumkraan en... Dan blijf je daaraf. Oh, dit wordt een moeilijke bevalling. Goed, heb je tenminste iets bijgeleerd? Hoi, hoi. Morgen weer 5 keer. Volgens commentatoren is de CVP jaloers op de professionele manier waarop minister Stevaart de media bespeelt. Volgens ons is dat ver gezocht. Minister Stevaart is geen product, hij staat gewoon dicht bij de mensen. Minister Baldewijn staat ook erg dicht bij de mensen. Iedereen wist dat Frank zou terugkomen. Want de ene zegt, die mag dat. U moet dat hoofdstuk daar in zijn context begrijpen. Als de gemeente een inventaris opmaakt. En wie bovenop het breedbandenpakket een zender wens voor hun product. Ah, dan leren zij dat voor de toekomst. Dat wij met de dossiers Zems, Brecht, noem maar op. Daarom juist, wat meneer Bossen daarover denkt, maar de vrije markt op zich. Dus als inwoner van de stad weet men perfect als ik hier 5 minuten wacht. Waar gaat de andere helft naartoe? Naar de schatkist? Dat klinkt perfect, ik ben het daar ook mee eens. Maar dat wil niet zeggen dat ik geen respect kan hebben. Ik probeer respect op te brengen voor andere partijen. Dat me geen respect kan hebben. De rest, zij het correct. Al meer dan 10 jaar duikt in de media vrijwel dagelijks de naam tobak op. Waarom vertelt niemand ons ooit wat die naam precies betekent? De onvolprezen taalkalender doet het. De familienaam tobak is een samenstelling van tuk en baken. Het werkwoord tukken betekent trekken, rukken, maar ook fokken, telen. Een baken is een varken, vergelijk het Engelse bacon. Het gaat hier dus respectievelijk om varkensfokkers, schapenfokkers en fokkers van rammen. Goed om weten. Weet u trouwens wat de namen van de Keniaanse lopers Moses Kiptanui en Wilson Kipketer betekenen? Kipketer betekent geboren op een veranda. En Kiptanui huilde nog ademde bij de geboorte. Min of meer doodgeboren dus. Canvas is het uitgelezen net voor een volkse etymologie-show. Welke namen kunnen de paneleden nog analyseren? Sterks. Dat is duidelijk de overtreffende trap van sterk. Sterker. En onze minister van daarnet zou zeggen, sterks. Luc Appermond bestaat uit 2 delen. Luc en Appermond. Luc, hij presenteerde vroeger een programma dat zo heette en zij hebben hem daarnaar genoemd. En Appermond bestaat opnieuw uit 2 delen. A en Permond. Permond komt van Parmant, dat we nog kennen uit Parmantug. Moedig, trots, sterke persoonlijkheid. En die A, dat is zoals in asociaal, de tegenovergestelde betekenis. Johan Verstreken. Verstreken. Zo lang gestreken dat hij verstreken is. Naar Ivo de Ongewenste. Dat is een Nederlander. Ivo, Nieuwe. Nieuwe. Als hij geboren werd, hè. Alexandra Kolen. Dat is een madame die denkt dat de kinderen uit haar naam komen.
Margriet, daar zit het woord mager in. Maar vind het nog maar eens terug. Nee, en Jean Blouten, omdat hij naakt is geboren. Bart KL bestaat uit twee delen. Bart en KL. Bart, dat is de voornaam. KL bestaat uit twee delen. K, dat is duidelijk. En L, dat is ook duidelijk. Alleen de twee samen, dat staat nergens. Nee. Luc Allo bestaat ook uit twee delen. Luc en Allo. Die is als baby opgenomen geweest. En wat zeg je als je opneemt? Allo. Allo. Fabiola. Koningin Fabiola. En dat komt van de eerste genetische proeven. De fab van het fabriek waar het gebeurde. Bio, de biologische proef. Biologie. En de ola is van het resultaat. Ola! Yasser Arafat. Ara is Arabisch voor geblokte keukenhanddoek. Arafat, fat is eigenlijk vaat. En Yasser Arafat wil zeggen hij die nooit verrast zal worden als hij plots moet afdrogen. Bedankt heren, ook namens de betrokkenen. Dat was Alles kan beter voor deze week. Dank aan de panelleden voor hun gewaardeerde medewerking. Dank aan u voor uw aandacht en graag tot volgende week.